Hier zijn 5 simpele tips om honger te voorkomen. Want laten we eerlijk zijn, als jij van je dikke buik af wilt, is het niet handig als je de hele dag honger moet lijden. Allereerst, je wil kijken hoeveel jouw caloriebudget is. En dat caloriebudget, dat wil je ook daadwerkelijk besteden. Dus als jij met jezelf of met een coach afspreekt, oké, ik mag 2000 calorieën per dag, gebruik die dan ook. Dit kan je letterlijk zien alsof je een vrouw op pad stuurt om te gaan winkelen met 2000 euro. En je zegt, je mag opmaken wat je wilt. We mogen er stiekem van uitgaan als mannen dat er niet 1700 euro uitgegeven gaat worden, maar 1998. En zo wil jij je calorieën ook zien. Wat daarnaast een handige tip kan zijn, is om je ontbijt over te slaan of uit te stellen. Dit zorgt er simpelweg voor dat je de calorieën die je te besteden hebt, meer over een kleinere periode van de dag kan invullen. En dat zorgt er dan ook weer voor dat je in de avond bijvoorbeeld nog een snack kan pakken. Tip nummer 3, zorg voor voldoende eiwitten en voldoende groente en fruit. Magere eiwitbronnen als bijvoorbeeld kipfilet, biefstuk, een blikje tonijn, magere kwark of een eiwitshake kunnen daar heel goed bij helpen. En groente en fruit kan je waarschijnlijk zelf ook wel bedenken wat het is. Maar handige snackgroenten zoals bijvoorbeeld tomaten, paprika en komkommers zijn super handig om mee te nemen. Tip nummer 4, eet kauwgom. Super simpel. Op het moment dat je kauwgom eet, dan krijgt je brein het signaal dat je aan het kauwen bent, dat je aan het eten bent en zal je eerder verzadigd zijn. En de laatste hack die je kan toepassen om honger te voorkomen, is zorg ervoor dat je voor elke maaltijd een klein glas, of een groot glas mag ook, water drinkt. Als het nou koolzuurhoudend water is of een keer een light frisje, dan zal je merken dat je daar nog meer verzadigd van gaat zijn. Nogmaals, als je van je dikke buik af wil, dan wil je niet honger lijden. En dit zijn de beste tips om ervoor te zorgen dat je dat ook niet hoeft te doen. Vond je deze tips handig? Laat even een like achter en volg mij voor meer tips en tricks over gezonde voeding.